Vandaag zoomen we dieper in op die samenwerking en innovatie tussen start-ups, scale-ups en grotere bedrijven. Ik ga eerst Lode interviewen over hoe dat hij dat ziet. En daarna zijn er een paar breakout sessies, 3 precies te zijn. Als jullie vragen hebben in de tussentijd, stel ze zeker via Zoom, want we gaan die op het einde van de webinar behandelen. Zijn jullie er klaar voor? Jullie kunnen niet antwoorden, maar ik veronderstel dat jullie er klaar voor zijn. Lode, hallo. Misschien kan je eens beginnen te vertellen van uitdagingen, kampen die start-ups en scale-ups enerzijds en de grote bedrijven anderzijds. Welke uitdagingen hebben die momenteel? Ja, ik denk dat dat een beetje inherent is aan een bedrijf. Vandaag kampen die met cash, ze kampen met sales die het in de cash moet genereren. Ze kampen met talent en ze kampen met innovatie. Als je geen cash hebt, kun je dat talent niet houden. En dan ziet je misschien goede mensen vertrekken. Maar innovatie is dan wel een heel belangrijke in alle twee, dus zowel de scale-ups als de start-ups. Maar we zien toch dat corporates en scale-ups en start-ups daar anders mee omgaan of daar soms wel een andere blik naar kijken. Oké. En hoe kunnen zij dan, als je kijkt naar die wisselwerking tussen beide partijen, hoe kunnen zij dan elkaar concreet, hoe kunnen zij concreet toelaat bieden voor die? Jij bent een beetje bevroren. Ik hoop dat je mij goed kunt horen. Is het een goede lijn? Ja, ik ben bevroren, maar ik kan u nog altijd heel goed horen. Ja, normaal wel. Okay, oei, dat komt op. Your internet connection is unstable. Yeah. Ja, Proximus. Hè. Wacht. Wat ik ging zeggen, is dat je... Hoe kunnen ze elkaar een soelaas bieden? Gemakkelijk en moeilijk tegelijk. Ik denk dat ze heel veel van elkaar kunnen leren. Als ik hoor dat... we werken heel veel voor corporates ook. En als ik hoor dat die soms zeggen, wij moeten innoveren als een start-up. Hè. We moeten innoveren als een start-up. En dan is gevraagd, een beetje dieper gaan vragen, maar oké, maar hoe bedoelt je dat dan juist? Dan gaan die vooral gaan zeggen van, ja, wij moeten innoveren als een start-up, want start-ups die kunnen heel... die doen dingen sneller en die doen dingen goedkoper. Ja. Maar ze missen zo'n beetje het punt van ja, hoe dat komt dat dat zo is. Ja, ten eerste, start-ups die hebben geen geld, die hebben geen middelen. Dus die hebben geen andere keuze dan dingen goedkoop en snel te doen. Dus als je als corporate denkt om te innoveren als een start-up en je focust je op die twee dingen, dan zeg je eigenlijk innovatie aan het managen gelijk als dat je een corporate managed. En dat is niet de keuze. Ik kom er misschien later nog op terug of zo, maar ik denk dat je als corporate en als start-up, maar zeker corporates, kunnen leren van start-ups op welke manier dat die met klanten omgaan. En hoe dat die bezig zijn met hun product echt te modelen naar klanten. Dus wij hebben bijvoorbeeld aan onze start-ups gezegd van, ja, het slechtste dat je nu kunt doen, is uw telefoon nemen en iedereen op een koude manier uw product te proberen pushen. Het is veel beter dat je gewoon eens een check-in doet met uw klant, vraagt hoe dat ermee is. En dat je dan daaruit leert of dat het product dat je aan het bouwen bent, of dat nog relevant is voor die klant. Hè. En ga heel veel feedback krijgen. We hebben trouwens veel start-ups gezien die op basis van die feedback een model wat veranderd hebben. Ze zijn ofwel digitaler gegaan of ze hebben een ander aspect van hun businessmodel wat naar boven gehaald en het ander wat laten dalen. Dus, en we zien dat die heel veel... we hebben dat vorige week of 2 weken geleden was bij de webinar van Geert Noels ook gezien, die zijn wendbaarder. En die wendbaarheid zit in die DNA bij start-ups en bij scale-ups. Dus als corporates daar iets van kunnen leren, dan is het vooral op welke manier dat je omgaat met... Ja, inderdaad. Ja, zijn er nog andere, wat je zegt van, die kijken anders, managers kijken anders naar innovatie in vergelijking met bijvoorbeeld start-up founders. Zijn er nog zo misverstanden of dingen die typisch heersen als het gaat over innovatie bij corporates? Ik vraag soms aan corporates van hoeveel van uw medewerkers zelf zijn er klant bij u? En soms is natuurlijk, als je werkt voor een bank, ja, dan vraagt een bank natuurlijk van, ja, opent een rekening bij ons en daar storten wij uw loon op. Dus je hebt niet veel keuze. Als je betaald wilt worden, moet je een rekening openen. Maar ik stel me dan soms de vraag van, stel dat je die voordelen en die verplichting wegneemt, hoeveel medewerkers zouden er nog altijd klant zijn
bij hun eigen bedrijf, waar ze dus alle dagen ook aan dat product aan het werken zijn. Ik geloof er echt in, zo de CEO van Airbnb zegt dat ook vaak. Hè, dus die vraagt aan zijn medewerkers om ook host te zijn van een Airbnb. Hè, dus om eigenlijk zelf direct contact te hebben met een klant, hun klanten dan, de end-users, maar ook om zelf dat product te ervaren. En dat ze doen dat niet omwille van commerciële redenen, maar omwille van een bedrijfscultuur. En ervoor te zorgen dat een werknemer het product zelf gebruikt, dat hij dat ademt, inhaleert, zo, hè, maar dat hij dat first-hand feedback ook kan krijgen van die klant. Ik zie dat er vaak dingen misgaan, is dat die een mindset bij startups veel meer aanwezig is dan bij corporates. Vaak zijn corporates ook opgericht door founders. Startups kunnen, als ze geluk hebben, als ze het goed doen, uitgroeien tot corporates. Maar dan worden de ondernemers van weleer vervangen door managers van nu, die eigenlijk een machine moeten managen. En die moeten dat goed doen, en die doen dat ook vaak heel goed. Dat zijn money-making machines. Maar dat zijn geen ondernemers. Die hebben zelf misschien geen bedrijf opgericht. Hè. Dus die zijn daar niet doorgegaan. Dus als je dan met innovatie bezig bent, Hans, het doen en naar die klant gaan en effectief met de twee botten in de modder met die klant bezig zijn, hè. Dat hebben die niet. Dus wat die heel vaak doen, is die gaan een idee dat die hebben direct door die schaalmachine proberen duwen. En daar loopt innovatie vaak fout op. Ja, is dat dan, want je hamert daar nogal op, hè? Is dat dan de voornaamste boodschap dat jullie ook vanuit StartX proberen mee te geven aan die grote bedrijven? Van, ga met botten in de modder. Ja, ga met botten in de modder. En dat is heel concreet. Ja, en dat klopt, dat is de grootste boodschap dat wij willen doen. Daarom dat we ook doen wat we doen. Hè. Wat we doen met StartX is, wij halen mensen letterlijk vanuit de corporate en we zetten die tussen de startups. Juist om die, niet alleen die mentaliteit erin te drillen, maar ook om die alle dagen op te volgen van, zij al bij een klant geweest, heb er al mee gesproken, wat is de feedback, wat heeft dat als invloed op uw roadmap, wat heeft dat als invloed op uw product, enzovoort. Ik zeg altijd, ook tegen startups trouwens, hè, het is veel beter om 100 klanten te hebben die van u houden, dan dat je 100.000 klanten hebt die u maar een beetje oké vinden. Ja, makes sense. Zeker, want doe onschaalbare dingen. Hè. Maak eerst dat je 100 klanten hebt die echt zot zijn van u en die verspreiden het woord wel. En ga dan gaan kijken wat dat er schaalbaarheid in zit. En schaalt dat dan? Maar ik zie te vaak corporates die niet meer met die end-consumer bezig zijn. Die hebben zoiets van, als het goed is het goed genoeg. En we kunnen toch niet voor onze 100.000 of voor onze miljoen klanten een perfecte service geven. Dat gaat niet meer. Ja, het is ook duidelijk dat die startups en die corporates heel van elkaar kunnen leren. Maar in welke mate moet er bijvoorbeeld, moet een visie op één lijn zitten? Als ik kijk naar een van onze startups van StartX, de Plug Invest, die hebben heel veel gehad aan een bedrijf als Accenture, omdat die een heel internationale blik op de wereld hebben en dat heeft hen geholpen om ook hun eigen blik op de markt te verruimen. In welke mate is dat toch belangrijk om die common ground te hebben? Ja, je moet die een common ground hebben, hè. En het is dan ook goed dat Felix er is binnen Accenture, die heel goed snapt waarover dat gaat in de start-up wereld. En ja, misschien kunnen mensen hem daar straks ook wel wat vragen over stellen, want hij zit in een van de breakout rooms. Nu, die common ground is belangrijk, maar dat is niet gemakkelijk te krijgen als corporate. Hè. Daarom dat ook vaak een overname of een samenwerking met startups dat mislukt. Dus een start-up wordt overgenomen of een scale-up wordt overgenomen en dan zie je vaak dat die bedrijfscultuur niet matcht. Ja, dus de medewerkers worden geïncorporeerd, noemt dat dan, of opgeheten door de grote corporate. En dat marcheert niet goed. Er zijn wel voorbeelden. Ik dacht ook van Amazon, ik ben het bedrijf kwijt dat ze overgenomen hebben. Maar Jeff Bezos stoeft daar nogal over.
Ja, die hebben dat bedrijf overgenomen en die hebben ervoor gezorgd dat die corporate cultuur volledig intact is gebleven. En daardoor blijft dat ook een succes worden. En hetgeen wat ze kunnen gebruiken van die corporate, gebruiken ze. De schaal, distributiemodel, funding en resources enzovoort. Maar voort van de rest wordt er aan die cultuur van die start-up niet geraakt. En ja. Ik denk dat dat een heel belangrijke is. Ja, en buiten dat, wat zijn er zo nog van die belangrijke aandachtspunten als de twee partijen echt nou gaan samenwerken, onder welke vorm dat het dan ook mag zijn? Goh, ik denk dat als je in de core business van een corporate, hè, als je met een corporate wilt, ik zeg maar iets, een fintech met KBC, hè, ik denk dat dat heel belangrijk is dat je al een bepaalde schaal hebt, voordat je met zo'n corporate gaat samenzitten. Ja. Een kleine start-up kan dat doen, maar meer in de rand van de core business van zo'n bank. Als je echt in de core business wilt gaan, dan denk ik dat je als scale-up al een bepaalde voorsprong moet hebben, die door die corporate niet meer in te halen is, anders dan door een partnership te sluiten met je klant te worden van u of u over te nemen. Ja? En vaak zie ik wel dat die kleine start en corporates daarop mislukt, omdat het verwachtingspatroon is niet gealigneerd en de schaal is te verschillend. Ja? Er is nog geen voorsprong genomen. Weet je? De start-up komt dan bij een corporate en zegt van, hey, wij hebben een fantastisch idee. Die corporate zegt, ja, we hebben daar ook al aan gedacht, maar bon, de markt is nog niet groot genoeg voor ons om dat te gaan uitrollen. Ja, dat is het moment dat je dat als start-up zelf moet doen. Ja. Maar gaan ze vooral niet op ideeën gaan brengen om te zeggen van, hey, er is hier wel een markt, we hebben nog maar 1000 klanten, maar het groeit al, ja, dan zijn ze nog niet ver genoeg. Dan noemt zoiets in onderhandelingen, dat noemt zo power balance. Hè? Dus als je met iemand aan de tafel zit, zo, van wie heeft de macht, hè, de power in handen aan zo'n onderhandelingstafel om zo de terms en conditions te bepalen. En ik denk dat je sterk genoeg moet zijn als start-up of als scale-up om dat toch te kunnen doen. Ja. Ja. Het probleem ook is dat als we kijken naar de markt, heel veel corporates die geloven daar wel in zo'n samenwerking, maar die hebben zoiets van, ik wil echt heel graag, bijna wanhopig graag, wil ik innoveren als start-ups of samen met start-ups, maar ze weten gewoon niet waar te beginnen. Wat zou je aan hen meegeven? Ja, wat, los van bij ons te komen en onze hulp te vragen, bedoelde. Ja, dat is een logische stap, maar zij willen heel vaak innoveren als start-ups, maar missen dan die snelheid. Dat is een vraag met heel veel antwoorden op. Hè. Allee, met een hele ruime draaiboek van antwoorden. Ik denk dat, als je het echt serieus wilt nemen, dat één, je topmanagement moet mee zijn en moet erin geloven. Dus dan moet het op het C-level gedragen worden. Dat je met innovatie bezig bent en dat je daarvoor start-ups of scale-ups gaat benaderen. Tweede is, je mocht dat niet enkel alleen vanuit een merger en acquisition, dus een M&A-standpunt zien. Je hebt veel corporates die denken van, er is een scale-up, die is het goed aan het doen, we gaan hem overkopen en dood doen. Google doet dat regelmatig. Hè. Dan, wat er ook een belangrijke is, denk ik, na verloop van tijd, is dat je dat in een aparte cel zet binnen nieuwe corporate. Hè. Dat dat mensen zijn die aparte skills hebben, want dat zijn niet de mensen die alle dagen met operations en execution bezig zijn, zijn niet dezelfde die met innovatie bezig zijn. Dat is niet simpel om die twee te combineren. Dus je hebt daar andere skills voor nodig, andere tools voor nodig, andere meetsystemen voor nodig. Je hebt er eigenlijk andere mensen en environment voor nodig. En wat we dan vaak zien, is dat dan de corporate denkt van, weet je, we gaan een studio oprichten. Hè, en we gaan ons op de vergaderzaal met het meeste glas gaan inrichten met sansevierias, zitzakken, een kikker, een hoge tafel want, en een step. Maar een stap niet meer. Hebben we dat ook niet bij started? Nee, absoluut niet. We hebben wel een step. En schommels. Nee, we hebben die dingen ook. Maar het punt dat ik wil maken is van, je kunt daar mensen nog altijd binnenzetten in zo'n bokaal die met innovatie bezig zijn, maar dat is dan ook maar een beperkt bokaaltje en een beperkte context. Wat wij kunnen doen, en wat wij vaak zien dat werkt, is als je die mensen uit in een bokaal haalt en dat je die in een veel grotere bokaal zet, allemaal met start-up visjes in. Die aan de koffiemachine ook allemaal over de uitdagingen spreken waarmee dat ze zitten,
en over growth hacking techniekjes die ze uitgeprobeerd hebben en een nieuwe tool die ze ontdekt hebben. Veel waardevoller dan dat je dat binnen uw corporate in uw beperkte studio blijft doen. Ja, absoluut. Met een mooie boodschap kon je de breakout sessies niet beter aankondigen of inleiden dan deze. Aan iedereen, vergeet niet als je nog vragen hebt om die te stellen via Zoom zelf. En ook al tijdens de breakout sessies, als je vragen hebt voor de persoon in kwestie, mag je die ook in de Q&A droppen. En dan behandelen we ze op het einde van de webinar. Dus zeker terugkomen naar hier, naar de breakout sessies. Jullie worden at random gedropt bij mensen van Accenture, Telenet en uiteraard ook KBC, Bank en Verzekeringen. Veel plezier. Alright, we zijn hier allemaal terug, zie ik. Nu, ik heb gezien dat er al een paar vragen zijn binnengekomen. Enerzijds voor de partners of voor Lode, die het begin van deze sessie heeft ingeleid. Nu, nog 20 minuten kans om al je vragen te stellen. Dus ik zou zeggen, doe dat zeker. En ook daarna kan je natuurlijk ook nog vragen stellen aan de partners Telenet, KBC, Bank en Verzekering en Accenture. Intussen wil ik je ook heel graag warm maken voor de volgende sessie, die ook dieper ingaat op deze. Daar gaan we het concreet hebben over best practices om je innovatie echt te gaan accelereren. De tips die je hier hebt gehoord, ga je dan kunnen omzetten naar concrete do-experimenten en zelfs naar pilots met startups die je idee al dan niet gaan valideren. Ter info, StartupX heeft met Corporate Acceleration Canvas een tool ontwikkeld die je hierbij helpt om echt van innovatie talk naar innovatie action te gaan. Opnieuw zal ik daarbij het gesprek, daarin het gesprek aangaan met de managing director van StartupX, dat is Mieke Daniels. En net zoals vandaag zijn er dan ook 3 simultane breakout sessies van Frederik Simoen, Innovation Program Manager bij Luminus, Katrien de Weijgaard, General Manager Strategy and Transformation bij KBC, Bank en Verzekering, en Wim Seynave, CEO van PKSVMB. Nu, Lode, wat hoop jij, idealiter, wat hoop jij dat mensen die in deze sessie, die straks naar huis gaan, of naar het spreekwoordelijk naar huis gaan, dat die meenemen uit deze sessie? En misschien kan je ook nog eens zeggen waarom dat, dus ze zich zeker ook moeten inschrijven voor de volgende. Omdat het gewoon fantastische, leuke content is en met hele leuke mensen zoals jij. Oké. En nu echt. En nu voor het echt. Nee, omdat we altijd dieper gaan. Dus we zijn begonnen met een algemeen beeld te schetsen dat Geert Nuls heeft gegeven een aantal weken geleden. Nu hebben we gezien van oké, samenwerking met corporates en start-ups. Dus eigenlijk, Geert heeft een beeld geschetst van ja, rond het gigantisme, het grote, het altijd maar groeien, het altijd maar groter worden. En plots komt daar dan een crisis, of dat nu financieel is, of nu een lijkt dat we nu aan het meemaken zijn. Wat betekent dat voor wendbaarheid? Hè? En als je gaat kijken naar bedrijven die heel, heel wendbaar zijn, of dat moeten zijn, dan kijk je naar scale-ups en naar start-ups. En dan is deze sessie nu vandaag van oké, we hebben een aantal corporates aan het woord gelaten. Hè? Over hoe dat samenwerken met start-ups nu precies verloopt en waar de start-ups ook moeten opletten. Dus er zitten vandaag mensen in de virtuele zaal die zowel bij corporates werken als start-ups zijn. Ik denk dat die daar alle twee toch wel iets van geleerd hebben. Als dat niet zo is, laat me zeker weten. En de volgende gaan we daar dan nog dieper in. Van oké, als je dan nu wilt samenwerken, hoe doe je dat dan concreet? Ja? En wat zijn zo de zaken die je moet aanpakken? Hè? En op welke manier gaat dat dan? Dus het wordt altijd maar concreter. Met als bedoeling dat we dus binnen 1,5 maand, als al de webinars afgelopen zijn, dat we de totale economie veranderd hebben van vast naar totaal wendbaar. Hè? Ah ja, minstens. Het Singapore van de Noordzee. Mooi. Toen ben ik aan een andere mooie quote van jou eerder in deze webinar, die ik zeker aan meenemen. Dat is dat echt de onschaalbare dingen maakt. Ik kreeg trouwens een vraag van onschaalbaar, dat dat ook te maken heeft met meer menselijkheid. Omdat vaak hoor je in een technologiebedrijf alles draait om de technologie. Maar als jij zegt onschaalbaarheid, bedoel je dan echt ook tijd gaan maken voor die mensen, voor de klanten, voor de medewerkers, echt investeren in die cultuur, in het people aspect, zeg maar? Dat is een vraag voor mij, hè, want je valt af en toe stil.
Ja, dat is een vraag voor jou. Kunt je ze heel kort een keer samenvatten, uw vraag? Want ik heb ze in stukjes en brokjes geschoord. Oké, mijn excuses. De vraag is dus, heeft onschaalbare dingen doen, heeft dat te maken met meer investeren in het menselijke, omdat we toch heel vaak gebrand zijn ook op die technologie? Goh, niet alleen in het menselijk, dat heeft echt te maken op focus op je product. En om te kijken of dat je product goed genoeg is voor de klant die je wilt bereiken. Iets onschaalbaar doen is bijvoorbeeld, als ik nu een heel gekend voorbeeld neem, dat is Airbnb. In het begin gingen die oprichters van Airbnb zelf foto's gaan nemen bij de hosts een huis, hè, omdat ze gezien hadden dat goede foto's maken, dat key was in het verhuren van die kamers. Ja. Dus dat zijn onschaalbare dingen, want je kunt dat voor 10 klanten doen of voor 100 klanten, maar je kunt dat niet voor 100.000 gaan doen, en zeker niet wereldwijd. Ja. Dus hebben die nagedacht van oké, foto's zijn heel erg belangrijk, hoe kunnen we dat dan gaan schalen? Maar ze zijn wel eerst begonnen met ervaring op te doen en kennis op te doen door die foto's te gaan trekken. Zo zijn er tools ontwikkeld door corporates en ook door start-ups trouwens. Hè. Het zijn niet altijd corporates die naar klanten gaan. Start-ups doen dat ook. Hè. Daarom dat we er zo hard op pushen binnen Accelerator, om dat zeker eerst te doen. Ja, het heeft niet echt veel zin om als ontwikkelaars dag en nacht te zitten coden aan iets waar je dan met zo lange teennagels naar buiten kruipt na 3-6 maanden, en dan beseft dat er geen markt voor is. Dan heb je alleen maar tijd verloren. Maar start-ups kunnen natuurlijk wel veel, veel, veel gemakkelijker doen dan... dat is wat een raar idee is, hè, maar schijnbaar kunnen start-ups dat veel gemakkelijker doen dan corporates met al hun resources. Een vraag die is binnengekomen. Als telenet zijnde of als bedrijf zijnde, hoe trek je echt die entrepreneurs aan? En wat is er nodig om een succesvol entrepreneur te zijn? Ik weet niet of we de persoon van telenet hierop kunnen laten antwoorden. Ja, dat kan. Oké. Dat kan wel zeggen. Ik weet het niet exact. Ik denk... Wat is een goede entrepreneur? En ik had dat ook een klein beetje gekoppeld aan de andere vraag van Bart. Is waarschijnlijk één een bepaalde mindset hebben. Ik denk het bouwen van ventures of van gewoon puur nieuwe revenue lijnen voor een bedrijf moet altijd vanuit een soort van cultuur van samenwerking gaan. Ik denk dat het belangrijkste is. Ik denk dat we in een wereld gekomen zijn dat niks meer in silo kan gebeuren. Hè? En die samenwerking gaan zijn corporate. Waar je met corporate en start-ups zijn. En ik denk de juiste personen die link kunnen leggen tussen wat kan een corporate, wat kan een start-up, wat kan een andere corporate, dat is een goede entrepreneur, denk ik, die link kan leggen met de externe partijen en tegelijkertijd zijn eigen organisatie kan overtuigen van de value van die andere partijen. Omdat, hoe het ook draaien of keren, we zitten nog allemaal in een wereld, zoals Roger zegt, wat je zelf doet, doe je meestal beter. En dat is niet de juiste mindset om verder te gaan groeien in de toekomst, denk ik. Maar een goede entrepreneur voor mij, allereerst, is de juiste mindset hebben van collaboratie binnen je bedrijf, maar ook daarbuiten met de juiste partijen. Oké, mooi. Ik wil meteen op verder bouwen en aan Felix vragen om zijn micro te unmuten en zijn mening over te geven. Micro is unmute. En gewoon even verder bouwen. Inderdaad, op entrepreneurship, hoe wij dat binnen Accenture eigenlijk aanvliegen, is niet altijd met de bedoeling om nieuwe business en nieuwe revenue stromen of nieuwe typen van business te gaan ontwikkelen. Innovatie hoort eigenlijk ook deel uit te maken eigenlijk van het DNA van bijna elke medewerker in de organisatie. Het entrepreneurship stimuleren wij door zelf innovatie-challenges eigenlijk te gaan organiseren. Rond verschillende thematieken, maar ook innovatie-challenges afhankelijk van het team en het individu, ook met een verschillend eindpunt. Sommige mensen stoppen bij het eigenlijk inspiratie-ideation, anderen gaan al verder naar een co-creatie van een proof of concept, maar het kan ook gebeuren dat we bepaalde teams dan weerhouden om gedurende een periode van 3 tot 6 maanden met 4-5 mensen het idee verder te gaan uitwerken en dan incorporeren we dat binnen ons eigen assetportfolio. Het is ook al gebeurd en er zijn een aantal voorbeelden. Flavor, vrij
vroeg in het programma van Started. Dat waren Accenture-medewerkers die een Innovation Challenge hadden gewonnen. Die zijn eigenlijk dan met hun eigen start-up begonnen onder de paraplu van Started. Dus innovatie als onderdeel van DNA, intrapreneurship stimuleren, maar het hoeft niet voor iedereen even ver te gaan. Ja, ja zeg, en Felix, nog eventjes, welke cultuur, mindset, denk je dat er nodig is om een succesvolle samenwerking tussen start-up en corporate tot stand te brengen? Vanuit de consultingwereld kan ik daar eigenlijk vrij kort door een bocht in gaan. Laat gewoon dat kostuum en die cravat aan kant. Meng je gewoon binnen een start-up gebeuren. En het is ook, denk ik, wat is de toegevoegde waarde een start-up kan voelen? Het is onvoldoende dat je gewoon met veel slides en met heel veel blabla en parley binnenkomt. Maar ze moeten gewoon aanvoelen dat coaching en mentoring die dat ze krijgen vanuit de context van Accenture echt wel iets kan bijdragen om die start-up te laten groeien. En ook gewoon continu challengen. Dus het is een meerwaarde voelen. En dan telt eigenlijk op elk moment niet meer de label Accenture, maar is het eigenlijk meer, we gaan met X, Y of Z contact opnemen, omdat die persoon relevante contributie kan brengen. Ja, ja want dan ga ik kijk even naar jou, Karin van KBC. Je gaf er net twee voorbeelden van Bolswap. Je gaf eigenlijk heel veel voorbeelden. Dus ik ben wel benieuwd om eens van jouw perspectief te horen wat jij denkt dat echt nodig is om een goede intrapreneur te zijn en vooral om goed succesvol samen te kunnen werken met een entrepreneur. We hebben in KWC heel veel talenten. En degenen die zo graag intrapreneur zijn of meer bezig zijn met de disruptievere zaken, zijn degenen die graag eens meer exploreren, die er tegen kunnen om mijn idee 5 keer afgeschoten te worden, vooraleer dat er dan toch iemand zegt van het uitsteek. Dus ik zie daar ook wel... En die mensen vinden blijkbaar elkaar, hè, qua inspiratie. Dat is een heel belangrijke om zo een groep te hebben van mensen die elkaar daarin kunnen stimuleren. Wat ik wel ook geleerd heb, we hebben innovatiemensen hebben die geweldige dingen uitwerken rond een domein. Het is ook belangrijk om de combinatie te vinden met iemand die dat dan kan vertalen. Iemand die dat dan in een governance van KBC kan doorloodsen. Dus het is vaak iemand die zo meer het idee ziet, hè, en dat dan creatief kan mee omgaan. Met de externe partners goed kan werken en iemand die dan intern ziet van oké, daar zit de muziek in, oké, dat wil zeggen, zo kunnen we dat door de toren in KBC gidsen, die en die hebben we nodig. Dus ik zie dat echt als een mix van elementen die er moet zijn. Maar degenen die echte samenwerkingen op hebben, die krijgen daar ook echt wel energie van. Dat zijn degenen die... Ja. Het grootste risico is dat ze KBC zouden verlaten, omdat ze het meeste... ondernemerszin in hun DNA hebben. Hè? Ja, maar tegelijk is dat net goed. Voor heel veel mensen voelen zich afgeremd om innovatieprogramma's of dat intrapreneurship in hun bedrijf te krijgen, maar ze zoiets hebben van, wat als die weggaan uit ons bedrijf? Maar eigenlijk zou je beter de bedenking zijn van, wat als je het niet doet? Dan is misschien de kans nog groter dat zulke intrapreneurs het bedrijf gaan verlaten. Inderdaad, want wat dat wel heel fijn is, als er zo'n keer een lukt, hè, dat geeft wel enorm... Hè, weerklank en dat geeft dan wel moed en energie, hè, aan die community van zie je wel, het kan wel. Zo kleine stapjes en successen, hè, in die zaak realiseren en leren dat het niet altijd een succes is, hè, dat je niet altijd met je idee een ja krijgt in KWC en daarmee om kunnen. Hè. Ja, en nee, heb je een ja kunt krijgen. Klopt. Ja, ja, zeg, en vanuit jouw perspectief, hè, want je hintte daar net al naar tijdens de breakout sessie, want ik zat daarbij. Wat zijn volgens jou de belangrijkste ingrediënten om zo'n samenwerking, om corporate succesvol te laten samenwerken? Onderling dan? Voor mij een heel belangrijk van, zijn we gealineerd op lange termijn? Ja. Wat wil jij bereiken en wat willen wij bereiken? En de keren dat dat niet goed werkte, zijn we te rap verliefd geworden en zijn we begonnen. Hè? Maar is de richting waar dat, of de benefit voor de start-up en de benefit voor KWC, zit er een gezamenlijk iets in? Dat is denk ik een hele belangrijke. En dan ook heel menselijk, een klik tussen de mensen. Zijn er mensen waar dat goed mee schakelt? Hè? En best idealiter
Ja, maar dat is dan misschien eerder voor corporates of met meerdere personen. Hè? Dat er een is die de normale relaties kan doen, maar als het ook ergens moeilijk loopt, dat je ook nog een keer iemand anders kunt bellen om daarover te praten. Dus menselijke connectie, mensen die gewoon elkaar vinden en open durven debatteren en geen lastige vragen uit de weg gaan, dat is denk ik een belangrijk element. En een gezamenlijke visie en plan hebben, hè? Want als dat niet matcht... Ja. Ja. Ik ga deze vraag bij uitbreiding meteen aan iedereen stellen, aan de mensen van de partners en aan Lode. Een van onze mentoren stelt een vraag over haar startup Flow Pilots. Zij zegt van, wij leveren diensten aan onder andere startups in de ontwikkeling van hun product. We ondersteunen het opleveren van kwalitatieve en duurzame oplossingen, maar in de trial-and-error wereld van startups lijkt dit al eens ondergeschikt. Ze verwijst dan naar de opmerking van Lode. Hoe kijken corporates naar de technologische component? In hoeverre is dat ondergeschikt aan het idee? Oh, de technologie, dat is heel grappig, want ik heb net vandaag met onze CEO nog een debat gehad over, kan natuurlijk niet zeggen over welke start-up en welk ecosysteem, maar in het begin van de debatten is dat niet meer zo belangrijk, maar naarmate dat het vordert, was er nu debat rond de technische due diligence, of dat echt wel... AI-proof genoeg is op lange termijn. Dus die technische kant, een keer dat het serieus wordt en dat we zaken willen doen, ja, daar wordt toch ook wel grondig naar gekeken. Zeker, hè? Security testen, alle nodige zaken. Dus ja, dat speelt toch ook wel zeker en vast een rol. Maar niet, ik vind niet dat dat een rol speelt in het begin. Hè? Dat speelt pas een rol wanneer dat we beide verliefd geworden zijn op een oplossing. En dat het dan in de uitvoering moet goedgekeurd worden, dan komen die zaken wel naar boven. Ja, dat is iets wat volgens mij... Davy, de vraag stelde, is ICT Woman of the Year. Het is wel een eer om die in ons publiek te hebben. Dus is al heel, heel fijn vinden om te horen. Maar voor mij, en ik denk dat iedereen in deze webinar ermee akkoord gaat gaan, is dat bewijs dat dat menselijk en dat technologische hand in hand gaan. Misschien dat we daar nog eens even de mening van zowel Lode, Kenny als Felix over kunnen krijgen en zo naar het einde van de webinar kunnen gaan. Misschien een half minuutje. Hè. Wat ik behoorlijk veel observeer is eigenlijk een start-up die begint, dat ze eigenlijk blijven verder brouwen eigenlijk op hun proof of concept. Dat is het concept van never fall in love with your POC. Want je moet inderdaad ook met corporates rond de tafel gaan zitten, zeker als het gaat over enterprise architectuur, je technische stack, dat je kan maken op het moment dat je MVP wilt gaan schalen, dat die inderdaad kan geïncorporeerd worden, gelijk dat Karin zegt, binnen een corporate gegeven, wanneer dat gaat over security en dergelijke meer. Ik heb een heel praktisch voorbeeld van de laatste weken waar een start-up niet door de kwalificatie gegaan is, zowel rond... techniciteit van hun machine learning algoritme, maar ook over responsible AI. Dat er eigenlijk een hoge gradatie was van onbetrouwbaarheid naar uitkomst en bias die eigenlijk in hun algoritmes werden geïncorporeerd. Dus het technologisch aspect zouden er eigenlijk wat meer tijd moeten aan spenderen bij het begin van hun definitie. Ja, mooi samengevat. Kenny? Ja, ik denk dat ik ben een klein beetje aansluit bij zowel Karin als bij Felix. Het is in de verliefde periode, hè, dan maakt het vaak weinig uit. Dus de value propositie erom doet en heb je die gezamenlijke visie. Ja, en het hele IP en technologisch verhaal, dat komt erbij wanneer de prenup geschreven wordt. Hè. Dus wanneer je gaat trouwen effectief, dat heeft iets gaan nakijken. Klopt alles wat je inbrengt? Wat breng jij binnen? Heb jij die IP? En dan wordt technologie heel belangrijk. Daarvoor denk ik, zeker voor bedrijven zoals ons, die een stuk technologie zijn, maar ook heel veel welke value brengen naar de klant. Klantenvalue is nooit technologisch. Dat is gewoon een enabler ervoor. En of je die nu... Of dat bedrijf dat nu heeft, waar je mee aan het babbelen bent, ik denk eerst bang is het idee te gaan vormen en nadien, technologie is nog nooit een stopper geweest, in mijn hoofd. Ik denk maar, het kan soms vertragend werken, maar als het idee goed zit en je hebt daar een juiste visie over, op termijn vind je altijd wel de juiste technologie om het mogelijk te maken. Oké. En Lode, ik stel voor dat jij daar jouw mening ook nog even over geeft en dat we zo naar het einde van de webinar kunnen gaan. Ja, ik ga heel lang mijn tijd nemen, Magali.
Veel plezier. Dat is niet waar. Nee, ik had kort aan. Maar ik denk dat ik het al als opmerking in de vorige breakout room ook had gezegd, is van, ik denk dat corporates en startups als ze met elkaar aan het praten zijn, dat die alle twee heel veel tijd kunnen winnen door helemaal in het begin al de juiste mensen er mee rond tafel te hebben. En dat zijn niet alleen de mensen van de business. Dat zijn zeker ook mensen van procurement, die legal dingen kunnen afchecken, die op voorhand al heel veel vragen kunnen stellen, maar ook mensen van IT. Zeker als je in SaaS zit, op een moment moet dat ergens wel geïntegreerd worden. En we hebben het voorval gehad, hè, dat de business binnen de KBC van een van onze startups was fantastisch en enthousiast over een startup en iedereen enthousiast en van hoog tot laag. Tot als er een ICT'er zei van, ja, maar ja, de versie van Windows waar wij nog op zitten, zei die man, ja, dat is niet compatibel met geen waar dat product voor gecode is. En dat klopte, niemand had daarbij nagedacht. Dus iedereen was enthousiast, maar ICT-gewijs lukte dat niet op dat platform. Nu wel, maar daar zijn ze toch 6-7 maanden mee verloren. En dat gaat over gewoon een stomme ding. Dus je kunt dat oplossen door de juiste mensen rond tafel te zetten van in het begin. Ja, oké. Oké, mooi. Voor mensen die graag eens willen beluisteren of een recap willen, moet je morgen zeker op onze blog zijn, waar je dan ook de webinar kan herbeluisteren. En dan resteert mijn onkel een dikke merci aan Felix, Kenny en Karin om hun expertise te delen. En je doet dat allemaal supergoed. En hopelijk zien we dan jullie dan ook op de volgende webinar, die plaatsvindt op woensdag 8 juli van 5:30 tot 6:30. Tot volgende keer. All right. Bye. Bye-bye.